Dit is dus Noah Di Tommaso die de aftrap verricht voor deze wedstrijd. Nou, dit blijft indrukwekkend. Ze zullen in Utrecht David Di Tommaso nooit vergeten. En ook zijn familie dus niet. Kleiber. Goeie aanname. Sean Kleiber. Voorzet naar Van der Streek. Dan is daar een glijpartij waardoor Van der Streek ruimte krijgt nu om de actie te maken. Is Van Krooy uit zijn doel. Maar is Dessers de man die hem had moeten scoren. Maar die krijgt die bal niet. De hoekschop van Leemans. En dat leidt tot de openingstreffer. Nee, Kastelen. Bal van de lijn gehaald. En ook in tweede instantie is dit geen treffer voor VVV. Daar was Romeo Kastelen heel dicht bij de verrassende openingstreffer. Kerk nog altijd aan de bal. Nou, dan moet hij toch een keer voorkomen. Je ziet appel voor Hens, maar dat lijkt me wel heel erg sterk. Dus er komt VVV er weer uit en heeft VVV nu ook wat ruimte. Met Leemans. Seuntjes. Dit ziet er dreigend uit. Als Seuntjes de bal heeft, terug naar Clint Leemans. Seuntjes buitenkant rechts, weer naar Leemans. Dat is een uitstekende bal, zegt van Ralf Seuntjes. Maar net geen controle bij Leemans. De hoekschop komt van Yassine Ayoub. We hebben ruim 30 minuten gespeeld in de Galgenwaard. En daar is de bal op de lat van Dumic. Goeie sterke kopbal van die Deense Bosnier. Die daarmee voor verreweg het grootste gevaar zorgt. En het belangrijkste moment in de hele wedstrijd tot nu toe. Matteo Slieg voorzet. Het duel wordt gewonnen daar door Rutte. Maar die is de bal ook weer kwijt. Ayoub. Klieg maar eens een keer proberen van een meter of 20. En dan is dit zeker geen onaardig schot van Matteo Slieg. Van der Streek. Dessers creëert daar zelf de ruimte voor deze kans. En schiet hem op de lat. Tweede keer in 10 minuten dat FC Utrecht de lat raakt. Een hele fraaie actie. Waarbij de Belg wel een treffer had verdiend. Kali naar Klieg. Het mag allemaal, maar zodra het rond de 16 komt, dan houdt het vaak op bij Utrecht. Nu misschien wel een combinatie die tot succes leidt, maar nee hoor. Van der Streek legt die bal goed terug, maar Klieg opnieuw zonder succes. Ze krijgen hem niet van de bal af, Kerk. Dit is een paas die toevallig ook goed valt voor Klieg. Combinatie met Kleiber, Klieg met links dan. Ja hoor! Daar is dan eindelijk de openingstreffer en hij wordt gescoord door Matteo Slieg. En daar is dan eindelijk iets waarvan we heel lang hadden verwacht dat het hier niet zou gebeuren. Maar we hebben een doelpunt. 1-0 voor FC Utrecht. Dumic. Op Kerk. Ayoub terug naar Kerk. Ja, dit doet Ayoub goed hoor. Bal meegeven in de loop van Girano Kerk. Maar het is niet de wedstrijd voor dit soort lopjes. Hij gaat de play-offs nog spelen. Maar dit is dan zijn laatste eredivisie-duel in het shirt van FC Utrecht voor Yassine Ayoub. De man die vertrekt naar Feyenoord volgend seizoen krijgt hier een publiekswissel kort voor tijd. Ruimte bij Gürtler. De invaller. Gürtler, gaat hij de wedstrijd dan beslissen? Nee. Goeie redding, zegt Van Delano van Krooy. Dit was toch wel de kans op 2-0. Gürtler. Emanuelsson. Kijkt even om zich heen. Dan is dit een prima balletje terug naar Lucas Gürtler. Die invaller brengt wel wat teweeg hoor. Kali. Kerk. Schot Kerk. Redding van Krooy. Daar bewijst die tweede doelman van VVV vandaag hier in Utrecht opnieuw zijn waarde. Lewin kopt weg. Leemans. Vanuit de draai. Dus dat geen onaardig schot hoor. Van Rutte. En in de rebound is het Seuntjes. Redding van Jensen. En dan de bal de tribunes. Ingerost door Vito van Krooy. Daar was dan toch heel onverwachts de kans op de gelijkmaker voor VVV. Applaus van het publiek. Die zonder meer tevreden zullen zijn over het resultaat. Want FC Utrecht wint eindelijk weer eens een keer. Het wordt 1-0 tegen VVV.
En dat is dan een wedstrijd waarmee Utrecht zich ook verzekert van de vijfde plaats in de Eredivisie. En waarmee het misschien toch met iets meer zelfvertrouwen de play-offs in kan gaan.